Madiba, het gaat nog niet zo goed, hè pa. Maar ach, er komt een dag dat jij me mag en me beziet, alsof ik niet ben weg geweest. Ha, die zoon, het is voor mij wat ongewoon. Maar nu je bij me terug bent, denk ik dat het wel went. Ha, die pa. Ha, die zoon. Waarom zou ik? Ik ben het. Ja, dat weet ik. Ik wou je niet laten schrikken. Deed je ook helemaal niet, knulletje. Hoe wist jij dat ik het was? Ik zal die ogen van je moeder niet kennen, zeg. Ja, waar is het eigenlijk voor? Ga je naar een balmaské of zo? Nee, nou ja. Ik ga wel naar een verkleedpartij, ja. Als wat? Als Batman? Nee, ik moet nu weg en ik blijf ook wel een tijdje weg. En als ik vanavond niet terugkom, zal er iemand wel contact met je opnemen. Wie? De politie? Wat? Ja, kom, zeg, maak mij wijs dat je naar een feestje gaat. Vraag me niks, dan weet je niks. Het is voor een goede zaak en het is het enige wat ik je kan vertellen. Het enige wat ik zou willen weten, waarom je die kous over je kop getrokken hebt. Dat is geen kous, dat is een bivakmuts. Nou ja, een bivakmuts dan, maar hoe dan ook. Iemand die een bivakmuts opzet om voor een goede zaak te werken, die is met een kwaaie zaak bezig. Vooruit, zeg op, waarvoor is het? Als je het dan per se wil weten, ik ben activist geworden. Activist? Ja, verbaasd? Nou, actief is nou bepaald niet een begrip dat ik in verband zou brengen met jou. Actief in wat? Actiegroep De Beesten Los. De Beesten Los? Je houdt niet eens van dieren. Jawel. Wel nee, je hebt al de pest aan als ze tegen je opspringen, je gezicht likken. De Beesten Los, je zou niet eens de hond uitlaten. We hebben geen hond. Nee, maar als we er een hadden, zou je hem niet uitlaten. Ik weet wel dat je me overal op aankijkt, maar nu zelfs voor het niet uitlaten van een hond die we niet eens hebben. Ja, je had een hamster en daar moest ik altijd voor zorgen. En die twee marmotten, daar moest ik ook altijd naar omkijken. Want dat deed jij niet, want je kon niet tegen de lucht. Dat kwam omdat ze in gevangenschap leefden. Gevangenschap? Ze zaten de meeste tijd in de voorraadkast. Dieren gaan stinken in gevangenschap. Oh, en daarom ga jij ze bevrijden, hè? Mm-hmm. Nou, ik ben toch nieuwsgierig wat er hier in deze buurt te bevrijden valt. Of je moet de konijnen van de buren bedoelen. Of de goudvis. Oh, die heeft nog niks gehad vandaag. Daar kijk jij ook nooit naar om, hè, de goudvis. Pa, ik zou hem niet voeren, joh, hè? Ja, natuurlijk. Die wordt toch veel te dik, joh? Ben je mal? Jij praat ook nooit tegen hem, hè, Sammetje? Hij zit al dagenlang onder zijn steentje te pruilen. Ja, vind je het gek? Omdat hij zich dood verveelt. De hele dag in zo'n kommetje rondjes draaien. Ja, die verveelt zich helemaal niet, hè, Sammetje? Hé, Sammetje. Ja, er zit geen beweging in. Misschien is hij dood. Dood? Als hij dood is, dan haal ik hem er wel uit. Nee, maar ik weet dat jij er niet tegen kunt. Nee, nee, nee. Dat doe ik zelf wel. Huh? Hij is niet dood. Hij is een worteltje. Jij hebt hem bevrijd, nietwaar? Ja. En waar is hij nu dan? In een vijver in het park. Ik wil hem terug hebben. Hij was eenzaam. Oh, dat zal die nou wel niet meer zijn, zegt hij. Er zit nou natuurlijk een of andere gore snoek achter hem aan de schat. Kom, relax een beetje, zeg. Het was maar een goudvisje. Daar ging je toch niet mee wandelen of zo? Hij kende me. Niet. Wel, het was mijn schat en hij reageerde onmiddellijk als ik hem riep. Joh, dat deed hij helemaal niet. Wel waar, en ik wil hem terug hebben. Nou, ga dan naar die vijver en roep hem even. Wel, ja, nog een beetje spotten met mijn gevoelens ook. En wat voor dieren ga jij nog meer bevrijden vandaag, hè? Wat muizen, misschien een paar kikkers. En waar dan wel? Uit het laboratorium hierachter. We hebben gehoord dat ze de vreselijkste dingen met die beesten uithalen. Oh ja? En die zal ik met jou uithalen als jij één stap in dat laboratorium zet. Als jij die muts één keer hebt opgezet, dan krijg je hem niet meer af. En dat doen we niet hier. We leven in een democratisch land. We geloven in vreedzaam protest en in overreding. Vooruit, ga je handen wassen, dan gaan we aan tafel en dan praten we er verder over. Nee, ik moet weg. Doe wat ik zeg. Mag ik mijn muts terug? Nee. Nou, het mag daarbuiten democratie zijn, maar hierbinnen is het toch je reinste dictatuur.
Maar u zult er niets van waarde vinden. En er zijn mannen in huis die getraind zijn in karate. Er is ook een pitbull in de tuin. En mocht u plan hebben wat mij betreft, dan moet ik erop wijzen dat ik aan krachtsport doe. Ja, maar ik ben het, Suus. Pieuw, meneer Hoogendijk. Ik wist niet dat u nog uit wou gaan. Nou, ik ga ook niet uit, hoor. Oh, dan is het zeker iets van de vrijmetselaar of zo? Nee. Van Matthijs. Van Matthijs? Ja. Nou, ik begrijp dat hij in de gevoelige leeftijd is. Maar dit lijkt me nou wel erg drastisch. Nee, het is van een protestgroep De Beesten Los. Nee, zeg. Net nou, we gaan eten. Dat vegetarische gedoe van een meneer Hoorendijk, daar word ik gek van. Ik weet echt niet meer wat ik voor hem moet klaarmaken. Nou, probeer eens een VG-burger, hè? Oh, en wil je de goudvis geen eten meer geven? We hebben de laatste tijd kennelijk een worteltje gevoerd. En je houdt toch eens een keer op met dat zuchten. Ik begrijp niet hoe jij dat door je keel krijgt. Oh nee, nou, dat komt gewoon omdat ik een carnivoor ben en dat ben jij ook. Nee, ik niet. Oh ja, zeker wel. Heb je nooit gehoord waar die kleine scherpe tandjes voor zijn? Die hoektandjes, hè? Die hebben herdershonden ook, dus om vlees te verscheuren. Nou, de mijne niet. Nee, wacht maar tot je een keer goed honger hebt. Je hebt nooit echt honger gehad, anders zou je je eigen schoenzolen opvreten. Zou jij alles eten om in leven te blijven? Ja, denk het wel, ja. Zou je ratten eten? Hé, Matthijs, alsjeblieft, zeg. Nou, kom, ja of nee? Nou, misschien wel, ja. Zou je spinnen eten? Hé, je houdt toch eens een keertje op met mijn eetlust te vergallen, zeg. Ja, zie je wel, je zou het niet doen. Nou, ik ook niet, want ik ben vegetariër. Ben je helemaal niet? Ben ik wel. Wel, nee. Je houdt helemaal niet van bloemkool. Nee, bloemkool. En niet van andijvie. Oké. Okay. Niet van boerenkool. Nee. Niet van Brusselslof. Nou, ik hou best van sommige groentes. Zoals? Nou, ik neem bijvoorbeeld deze overheerlijke witte boontjes. Nou, nee, liever niet, nee. Dat is heerlijk, hoor. Ja. Je hebt er anders niet veel van gegeten. Nee, maar dat komt omdat het zo zwaar is. Zo voedzaam. Oh. Ik voel gewoon dat het me goed doet. Oh ja? En ik zal ook wel even wat langer leven dan jij. Langer leven dan ik, zeg. Je hebt een paar longen als de lang gegrilde carbonades. En je hoest als het spook van de opera. En dan nog zeggen dat hij langer zal leven dan ik. Nou, reken maar. Dat voedzame maaltje van jou heeft zojuist jouw bloeddruk flink omhoog gejaagd, vader. Nee, niet dat voedzame maaltje. Jij hebt mijn bloeddruk omhoog gejaagd. Je vindt het toch niet erg dat ik dooreet, hè, terwijl je rookt, hè? Wanneer begin je nou eens te beseffen dat de dieren op aarde zijn om ons te dienen, te voeden en te kleden? Wat dacht je als jij 12 centimeter was in plaats van de 2 meter die je nou bijna bent? Dacht je dan dat de kat gezellig tegen je aankwam schurken en zo? Ben je gek? Die zou je strot pakken, de heg inslepen en je kop eraf bijten. Ach, dat is helemaal niet zeker. Nee? Heb je nooit die film gezien van dat mannetje dat steeds kleiner werd? Op het laatst ging hij de kat te lijf met een stopnaald. Wij worden geacht beschaafd te zijn, hè? Je moet eens ophouden, joh, om altijd te praten over beesten alsof het mensen zijn. Die zijn niet zoals wij. Dat zijn ze wel. Ze hebben ook gevoelens. Ze weten wat liefde is. Ze voelen pijn. Noem mij eens één verschil. Ze hebben geen gevoel voor humor. Nee, oké. Okay. Ze zitten niet met z'n allen naar Joep van het Hek te luisteren. Maar hoe weet jij zo goed dat ze helemaal geen humor hebben? Heb je er ooit één horen lachen? Nee. Nou ja, zo vervalt er natuurlijk ook niet te lachen voor ze, hè? Als ze uiteindelijk door die hoektanden van jou verscheurd worden. Matthijs, alsjeblieft. Oh, je hebt het niet opgegeten, Matthijs. Nee, maar het was ook een beetje zwaar. Misschien neem ik vanavond nog wat. Maar je vond het wel lekker. Ja, heerlijk. Mooi. Wat is dit? Chocoladepudding. Heeft u dat zelf gemaakt? Nee hoor, gewoon uit de winkel. Mag ik dan misschien even de verpakking zien? Tuurlijk. Wat krijgen we nou, zeg? Wou je stoms opsturen naar het bureau voor warenonderzoek? Alsjeblieft, Matthijs. Ja, bedankt. Eens even kijken. E263, E339, E450, A, dat kan allemaal. Hé, wacht eens eventjes. Wat hebben we hier? Gelatine. U geeft mij gelatine. Weet u waarom dat gemaakt wordt, mevrouw Roon? Beenderen. Dierlijke beenderen. U geeft mij dierlijke beenderen te eten. Dat pik ik dus niet, hè? Of wou u me soms vergiftigen? Matthijs! Nou ja, sorry, neem het me maar niet kwalijk, Suus. Nee, maar ik heb het wel bekeken. Ik ben hier niet aangenomen om ook het eten te koken. Dat doe ik als een persoonlijke geste voor u, meneer Hoogendijk. Ja, dat weet ik, Suus. En u weet dat ik nooit een redelijk verzoek van uw kant zou weigeren. Dat weet ik, Suus. Maar vanaf nou mag u het mooi zelf zien te regelen.
Wat eten wij vanavond? Niks. Heeft Suus niks achtergelaten? Nee, niet na jouw opmerkingen van gisteravond. Wat moeten we dan nu? Nou, ik weet niet wat jij doet, maar ik ga naar de Moulin Rouge. Toch niet helemaal naar Parijs, nog op dit uur? Nee, hoor, gewoon hier in de Herenstraat. Kan ik mee? Nee. Waarom niet? Omdat ik jou wel eens meer meegenomen heb naar uit eten en dat was nogal pijnlijk. En bovendien, het is een heel goed restaurant, de Moulin Rouge. En dat is aan een vegetariër volkomen verspild. Nou, ik kan toch een omeletje nemen? Nee! En was het lekker? Verrukkelijk. Wat heb je gegeten? Nou, ik ben begonnen met een pâté de foie gras. Ganzenleverpâté. Mm-hmm. Weet je hoe ze dat maken? Dat gaat met geweld. Ze douwen het voer met de hand door die ganzenkeel. Ik wil het niet horen, Matthijs. Ik zou wel eens willen weten hoe dat voelt, hè? Als iemand een handvol met voer door je strot ramt. Nou, er is misschien nog wat over van die witte bonen van je. Probeer het eens, hè? Nou ja, het pleit voor je dat je tenminste geen kikkerbilletjes had. Hey, daar wil ik ook niks over horen. Weet je hoe ze die dijtjes eraf halen? Ik wil het niet horen, Matthijs. Oké, als jij het niet wil weten... Nee, dat wil ik niet. Zal ik het niet meer over kikkerbilletjes hebben. Had je als hoofdgerecht? Zalm. Schitterende vis. Ja. Aristocraat onder de bewoners van het diepe. Oh ja? Schitterende kleuren ook. Mm. Groen, zilver, blauw. Kaleidoscoop van licht in het water. Zal best, ja. En mysterieus. En uit de oertijd, hè? Oh, lang ja. Voordat wij er waren. Zo? Zo mysterieus dat ze brengen 7 jaar door in het diepe. Niemand weet waar. Dan gaan ze, geleid door een of ander oerinstinct, terug naar hun geboorteplek. Een avonturenverhaal dat Homerus had kunnen schrijven. 5000 kilometer over stroomversnellingen en ondiep water. Stroomopwaarts, over watervallen van wel 5 meter hoog. Steeds voorwaarts, tot ze hun eindbestemming bereikt hebben. Hun leven kunnen vervullen. Behalve dan die op jouw bord eindigde natuurlijk. Ja, zo is het wel genoeg, Matthijs. Wat een einde. Na zo'n tocht door een of andere no-no te worden opgegeten. En nou is het genoeg, hè? Ik wil er geen woord meer over horen, afgelopen. En die vreedzame overreding van jou dan? Ik heb genoeg vreedzame overreding gehad. Als jij me overtuigen wil, probeer me dan te overtuigen door een gezonde, stevige kerel te worden, zeg. Je haar hangt erbij als gedroogd zeewier. Je ziet nog witter dan die witte bonen van je. Wat jij nodig hebt is krachtvoer, een gebakken biefstuk, lever... Ik wil het niet horen. Een zwezerik met uien. Hou op. Een lekkere carbonade met champignons. Je maakt me ziek. Goed, als jij mijn standpunt wil respecteren, dan respecteer ik het jouwe. Ik ga mijn haar wassen. Uitstekend. En laat maar geen woord meer horen over dat vegetarisch gedoe van je, hè? Oké. Oh, en trouwens, heb jij soms aan mijn brandnetelshampoo gezeten? Ga je haar wassen en laat me je niet meer zien. Dag, Matthijs. Oh, mevrouw Veroon. U zult zich waarschijnlijk afvragen waarom ik een bivakmuts draag. Nee hoor, helemaal niet. Omdat jij met een bivakmuts erop uitgaat, daar heb ik geen boodschap aan. Het lijkt me niet bepaald een manier om vrienden te maken, hè? Maar dat is jouw zaak. Heb je uitslag? Nee, ik moest actie voeren. Actie voeren? Ja, meer kan ik niet zeggen. Hoe minder u weet, hoe beter. Hoe dan ook, u zult het waarschijnlijk in de kranten lezen. In de krant? U heeft me niet gezien, mevrouw Veroon. Is er iets, zus? Ja, maar
muizen. Muizen? We hebben nooit muizen gehad. Nou wel. Waar dan? Witte met rode oogjes. Waar? Oh, meneer Ogen. Ogen, doe alsjeblieft uw broek in uw sokken voor u verder komt. Waarom? Die muizen vinden niks verder dan in een broekspijp te klimmen. Ach joh, dat zijn al zo'n oude wijvenpraat. Doe het nou alsjeblieft, meneer Ogendijk. Ik zou niet willen dat u door mij daar ergens letsel oploopt. Nou, verrekken, maar ik denk dat die muizen banger voor ons zijn dan wij voor hen. Nou, ze kunnen niet banger zijn dan ik. Nee, oh, nou, ik zal je vertellen, ik heb de pest aan muizen, hè. Achter u! Waar zijn ze dan? Ik zie ze niet. Maar Matthijs kan er weer thuis in die doos daar. In die doos? Oh, daar zijn ze geïnfecteerd. Kom hier, Suus. Achter me. Hier, pak de kat van de buren. Schiet op. Ik dek je wel. Hadipa, ga je fietsen? Wat? Je hebt je broek hier zo. Nee, we hebben muizen. Die heb jij meegebracht in het laboratorium, hè? Ja, er werden experimenten mee uitgehaald. Experimenten? Dat betekent dat ze geïnfecteerd zijn. Nee, psychische test. Er werd een neurotisch gemaakt. Neurotisch? Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat ze twee keer zo slim en twee keer zo agressief zijn. Kijk uit, doe ze weer terug in de doos voor ze beginnen te fokken. Die fokken niet. Ja, natuurlijk wel. Je hebt toch wel eens gehoord van fokken als de muizen? Nee, dat zijn konijnen. Konijnen? Zeg maar, die heb je toch ook niet meer? Nee, die heb ik ook niet. Nou, vooruit. Doe ze gauw weer terug in de doos. Ja, zo gebeurt. Je hoeft maar even tegen ze te praten. Ze zijn zo tam als wat. Ik bedoel, dat waren ze natuurlijk, totdat jij met die pook achter ze aanging. Nee, Suus, ik ben er. Rustig. Hij doet ze alweer terug in de doos. Hij zit in de kamer met ze te praten. Gesprek op niveau. Ik kan niet veel meer hebben, hoor, meneer Hoogendijk. Nou, ik ook niet, hoor. Weet je wat, ik zal een kopje thee voor je zetten. Je ziet helemaal bleek, Suus. Ja, ik weet het. Ik zou er normaal ook rouge op hebben gedaan. Maar Matthijs maakt daar zo'n stampij over. Waar wat? Waarom? Ja, hij heeft bezwaar tegen cosmetica omdat het op dieren wordt getest. Ik heb ook een lijstje gegeven van wat goedgekeurd is. Bedoel je dat hij wil dat jij merken boycott die dieren gebruiken bij het testen? Ja. Oh, Suus, we hebben hem. Dat? Ja, we hebben hem. De val is gezet. De val is gezet. Hij hoeft er alleen maar in te lopen en ik moet alleen nog maar even het aas hebben. Heb je ze allemaal? Ja. Weet je het zeker? Ik heb ze twee keer geteld. Ze zijn allemaal terug op de basis. Mooi. Nou, je weet hoe Suus is, hè? Straks komt er een achter de kachel vandaan of achter de radio... en heb je de pop en de muis aan dansen. Hoe is het met haar? Nou, ze ziet nog witter dan die muizen. Schatjes, hè? Nou, schatjes. Wel, ja, joh, ga ze een beetje zitten uitroken, zeg. Suus vertelde me dat je niet wilt dat zij cosmetica gebruikt. Nee, alleen spul dat ze op dieren testen. Bedoel jij dat ze... konijnen dwingen om lippenstift te gebruiken en ogenschaduw? Ja. Wat walgelijk, zeg. Vriendje? Ja, nou, hier ga ik een heel eind met je mee, hoor, Matthijs. Oh ja? Ja, natuurlijk, zeg, want als God gewild had dat vrouwen er zo uitzien... dan had hij ze wel purpere lippen gegeven en blauwe oogkassen of zoiets. En als hij gewild had dat wij rookten... had hij heus wel gezorgd dat hier of daar een of ander klein gaatje was voor een... lommenvegertje of zo. Ik heb nog wel wat infomateriaal boven liggen. Zeg, over roken gesproken. Testen ze nog steeds tabak op dieren? Ja. Schandelijk. Vind je? Ja, natuurlijk. Het is toch verschrikkelijk, zeg. Ik neem aan dat je geprotesteerd hebt. Ja, ik heb voor de fabriek gestaan. In konijnenpak. Ah, meer niet? Nou, ik heb protestbrieven geschreven. Met de dreiging dat je ermee ophoudt. Met wat? Met roken. Nou... niet direct. Nou, is helemaal mooi, zeg. Je wilt dat Suus ophoudt met cosmetica te gebruiken. Ik mag geen vlees meer eten, maar jij mag wel doorgaan met roken. Met andere woorden, wij alleen moeten ons opofferen. Ja, ik ben opgehouden met vlees eten. Ja, wat? Jij vond vlees nooit lekker, knulletje. En als het even mee zit, heb je ook geen make-up nodig, hè? Maar, moet je eens luisteren. Ik, zo gauw jij ophoudt met roken, hou ik op met vlees eten, dat beloof ik je. Ja, bedoel je dat je... Meen je dat nou? Echt? Oké. Okay. Dan was dit mijn laatste sigaret. Ja, wacht even, hè. Bedoel, toen ik zei nu ophouden, dan bedoelde ik dus... nou ja, eerst even natuurlijk de diepvries opmaken en zo. Wat is dat nou? Geen wilskracht? Ik? Alsjeblieft, zeg, daar gaat hij.
Wat is dat, zij een beetje te spioneren, hè? Nou ja, goed, ik voelde me een beetje flauw en toen wilde ik graag eventjes een rechtsgedraaide yoghurt pakken. Oké, ik ben zwak geweest, ik geef het toe, ik ben niet volmaakt. We leven nou helemaal niet in een volmaakte wereld en ik heb de hele nacht van dat kreng gedroomd, van die tartaar, zeg. Ik ben grootgebracht met witte brood, met kantjes erop en... Nou ja, toe, zeg nou iets. Oh, jij staat te roken. Oh, wat kinderachtig, zeg je niet je woord gehouden. Nou, jij hebt je woord ook niet gehouden. Nee, goed, voor de eerste keer dan. Ik ook. Nou, fijn, dat hebben we dan weer gehad, hè. Wat ga jij nou doen? Neem dat taartje mee naar bed. Ik doe het onder mijn arm. En dan straks wacht ik tot het helemaal ontdooid is. En dan zet ik mijn tanden erin. Oh. Goedemorgen. Oh, wat ziet u eruit? De hele nacht genoeg dicht gedaan, zeg. Ik verrekte van de honger. Oh, had u dan niet gegeten dan? Ja, iets kouds. Iets heel erg kouds. Oh. Zal ik een eitje voor u koken? Nee, weet je wat je doet? Maak maar een driedubbele uitsmijter. Lekker met gebakken spek en roastbeef. En dan plak je ham met een augurkje erin. En dat kan me niet schelen wat ze ervan denken, hè? We hebben een Porsche met vet. Al op de tafel gezet. We hebben een potje, palletje, potje. En ik heb een potje vet al op de tafel gezet. Hé, hey, Matthijs, wat is dat? Zie je niet dat ik in het bad zit, hoor? Ja, val er maar lekker verder. Oh. Ik zal heus je eentjes niet afpakken, hoor. Zeg, wat moet je hier? Ik zoek de mueslizeep. Oh, laat alsjeblieft de deur openstaan, hè. Oeh, wat ruikt dat heerlijk. Die sissende boter in de pan. En dan straks met die kleine gekrulde stukjes spek eronder. Oh. En die mooie plakjes rosbief met gemalen peper onder mijn eitje. Ah, en lekker rolletjes ham met een augurkje erin. Oh. Ik heb een potje. Op de tafel gezet. Ah,